Herfst is dé tijd om nog lekker een paar keer te gaan rijden. De natuur is prachtig en het is vaak nog warm voor de tijd van het jaar. En bijkomend voordeel, er ligt nog geen pekel op de weg. Ik heb nu een klein jaar mijn rijbewijs en ik wil graag in de herfst door blijven rijden. Waar moet ik dan op letten? Ja, leuk dat je dat vraagt. Bij mij begint het eigenlijk 's morgens als ik opsta. Sommige mensen poetsen eerst hun tanden. Ik kijk eerst naar buiten van ja, ga ik überhaupt op de motorfiets? Belangrijk is vooral in dit jaargetijden dat het soms heel mooi weer lijkt. Maar in verloop van de dag of 's avonds als je ergens blijft hangen bij vrienden, het heel erg koud kan worden. Nou, daar heb ik wat voor, want ik heb altijd extra kleding bij me. Of een jack, gewoon, voor het geval het ietsjes kouder wordt. Maar een veel mooiere oplossing is eigenlijk een elektrisch jack. Waarbij je gewoon eigenlijk de stekker in een stopcontact steekt. In plaats van alleen maar zitten te bibberen op met die kou op die motorfiets. Waar je alleen maar aan zit te denken natuurlijk, hè, want je zit helemaal verkrampt. En je trekt het jack aan en je gaat lekker zitten, lekker genieten van alles. Maar het belangrijkste is, je hebt ook veel meer ruimte in je hoofd, zeg maar, om op het verkeer te letten in plaats van aan die kou te denken. Ik heb wat hele koude handen op de motor. Zijn dan winterhandschoenen niet fijner? Ja, dat kan. Het nadeel vind ik altijd van hele dikke handschoenen is dat je veel minder gevoel hebt in je handvatten, in je remmen enzovoort enzovoort. En dat vind ik dus het voordeel van een elektrisch jack. Het houdt namelijk je lichaam warm. En op het moment dat je lichaam en waar je hart in zit warm blijft, dan sluit het veel minder je ledematen af, hè, in verband met je bloedstroomloop. En dat betekent ook veel minder snel koude handen en koude voeten. Dus vandaar, begin bij je body. En later kun je nog zeggen als toevoeging, oké, ik heb ook verwarmde handschoenen. Dat zou ook nog kunnen. En wat natuurlijk de basis is, als extra tip natuurlijk, is hele goede onderkleding, thermokleding. En het allermooiste is thermokleding met een windstopper erin. Een ander belangrijk punt is, zoals in dit bosrijk gebied, is dat je natuurlijk bladeren op de weg kunt tegenkomen. Maar ook takken. Bladeren op de weg, op het moment dat je scheef in die bocht hangt, is het natuurlijk glad. Maar je hebt natuurlijk ook landbouwgebieden waar die boeren hun oogst binnenhalen en daar gewoon zand aan die tractorbanden blijft hangen. En dat in combinatie met het jaargetijden met veel regen en zand, ja, daar kan het natuurlijk gladheid veroorzaken. Dus dat betekent dat je daar wel extra op moet letten. Als er nou vuil op de weg ligt, kun je ook nog denken aan de wijze van hoe ik een bocht aansnij. Kom eens even mee. Kijk, vuil op de weg zegt natuurlijk ook iets over glijden, wat we net al hebben gezegd. Dus op het moment dat jij in die bocht zit en je hangt daar heel mooi in en je pakt hem echt als bocht, heb je heel veel zijwaartse krachten, dus kans op dat je wegglijdt. In dit jaargetijde ligt voor mij vooral dus de uitdaging in zoveel mogelijk rechte lijnen rijden. Want als ik rechte lijn rijd, heb ik ook geen zijwaartse krachten en kan ik ook niet vallen. Dus dat betekent dat ik heel veel met mijn positie doe. Dus ik pak hem vooral aan de buitenkant en probeer dan de bocht zo recht mogelijk door te rijden. Nou, en dan heb je veel minder kans op vallen. En terwijl veel meer plezier en je ziet ook veel meer. Kortom, dus wil jij lekker rijden in de herfst, zorg voor lekker warme kleding en pas goed op voor vuil op de weg in verband met gladheid.